Welkom kijkers bij het programma van Soul Kitchen. Mijn naam is Bianca Grootva. Waar wij een muzikaal programma gangenmenu hebben samengesteld. Als voorgerecht hebben wij een gast uit Eritrea gevraagd of die met zijn keukengeheimen bij ons een en ander kan uitleggen. Als hoofdgerecht zullen we enkele beelden zien van hun activiteiten waar zij vroeger werkzaam aan waren. En als nagerecht gaan we gezellig een beetje napraten, want dan kun jij mij beter leren kennen, ik kan jou beter leren kennen. En het publiek, die kent ons allebei beter leren kennen. Ja. Dus laten we het doen. Ook vandaag hebben wij een heerlijke kok in het programma. Met allemaal vips. Dus de bedoeling is om hun te vermaken. Nou, we laten ze niet te lang wachten. Hè? We gaan er gelijk op in. Ja. Dus mensen, welkom bij Soul in the Kitchen. Natuurlijk hebben wij vandaag een gast. Dames en heren, mag ik u vriendelijk vragen om een hartelijk applaus te geven aan deze geweldige gast genaamd Negas. Negas, hoe gaat het? Ja. Kunt u zich voorstellen, want we hebben niet uw achternaam meegekregen. Nee. Kunt u zich even voorstellen en wat doe je? Wat doe je? Waarom zit je aan onze tafel? Ja, ik zou als eerste mijn naam voorstellen en mijn achternaam. Ik heet Negas Ogbaslas Gebremedin. Dat is een hele lange naam. Ik kom oorspronkelijk uit Eritrea. Mm-hmm. Voor de rest ben ik producer, DJ, sluitman en kok. Dus ik doe eten met muziek, communicering. En ik heb nu een Afrikaans ketingbedrijf. En dat houdt in, het heet Big Mama Afrika. Het is wel, het is eigenlijk een stichting, Kunstgras. Ik ben in 2010 in Zuid-Afrika geweest. En ik heb kinderen gezien die geen schoenen hebben, die wel graag willen voetballen. Dus ik dacht van oké, dan start ik een stichting en dan ga ik het kunstgras leggen. En vervolgens ga ik naar Eritrea, ook in Eritrea doen. En daarna zullen andere Afrikaanse landen ook wel volgen. En met welke via welke organisatie doe je dat? Dat de Big Mama zelf is een zelfstandige organisatie, dus ik doe het voor mij. Ja. Oké. Goed. U bent de oprichter? Ik ben de oprichter, ja. Oké. En met wie doet u dit allemaal? Ja, het is heel gek. De meeste dingen ik zelf, maar ik heb mensen ook die mij helpen. Er zijn ook mensen vrijwilligers die ook graag mee willen helpen. En ik ben niet zo erg gierig en als ik wat verdiend heb, al hebben ze vrijwillig gewerkt. Ik steun ze ook. Dus, het leven is geven en nemen. En aan wie bied je dit? Ja, het is aan iedereen. Iedereen die Mama Afrika wil huren. We gaan ook naar locaties toe en we kunnen in de kantine de hele verlichting doen, de hele keuken, alles erop eraan. En vervolgens gewoon DJ geluid, dan heb je een feestje, momenten. Dus Big Mama is voor iedereen. Ik heb laatst zelfs voor Pauluskerk gekookt en voor de NAS. Dat vond ik ook hartstikke leuk. Dus dat waren mensen die echt niet echt goed hebben, maar ja, Big Mama Afrika heb ook voor ze gekookt, dus het is niet alleen. Dus je bent als sociaal bezig? Ja, voor iedereen, dus ik maak daar geen onderscheid. Interessant. Ja. En zitten hier kosten aan verbonden of wordt het financieel gesteund door iemand? Wat moeten ze erbij voorstellen? Ik word nu gesteund door sponsors. Oké. Mooi. Oké. Wat voor eten kunnen we verwachten? Ja, ik ben gespecialiseerd in Oost-Afrikaans gerecht. Mm-hmm. Dat is een pannenkoek, dat heet injera. En dan heb je verschillende gerechten en dan eet je uit de grote pan en je eet gezamenlijk met hand. En wat drink je erbij? Alles. We hebben Afrikaans bier, mongozo, wijn, water. Maar als je echt traditionele drank wil, hebben we ook honingwijn. Dat heet mes en soa hebben we. Dus dat ligt eraan wat je wil.
Interessant, zo je eet met z'n allen uit één bord, ja, met je handen erin. Ja, met dat is een heel andere cultuur natuurlijk, ja, 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 om dat mee te kunnen maken. Ja, 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 ja. Ja. Zeker, ja. Prachtig. Ja, ja, misschien nodigen we je eens een keer uit om hier bij ons in de studio ja, zeker, dat te doen. Ja, ja, zeker. Lijkt me leuk. Ja, lijkt me leuk. Ja, ja, zeker. Lijkt me leuk. Even kijken. Dus eigenlijk heb je weinig ruimte nodig. Je hebt niet veel ruimte nodig om zoiets te organiseren? Ja, als ik met mijn ahoy dan, moet toch kunnen, meer mensen. Maar als ik jou nou een kast geef, een klein hokje, alles kun je dat daar ook dan? Ik kan overal, ja, ja, geen probleem. Okay. Een beetje creatief zijn, dan kom je wel uit, ja, ja. Dat wel, dat wel. Interessant. Ik hoorde u iets zeggen van DJ. Komt u zelf uit de muziekwereld? Ja, ik ben zelf DJ. Ik heb vroeger... ik was de eerste Afrikaanse organisator die rap jongeren bij elkaar bracht. Dus ik huurde boten en ja, dat was dan in begin 1994. Maar inmiddels, daarna was ik na een tijdje ziek geworden, daar was ik mee gestopt. Maar godzijdank, nou gaat het weer goed, dus nu heb ik het weer opnieuw gepakt. Dus nu komen weer grote feesten, dus ik ben bezig ook met Miss Afrika 2016 in Doelen te organiseren. Oh, oké. Okay. Ja. Als we gelegenheid zijn, dan komen we. Ja, we zijn zeker weten. Welkom, ja, zeker weten. Dat is mooi. Ja, welkom, ja. Mooi. Wat kunnen we verder nog van u verwachten? Wat u van mij kunt verwachten is... in de toekomst, zeg maar. Het belangrijkste is, is niet alleen voor mezelf, maar is voor iedereen. Ja. Kijk, als God mij laat slapen en laat opstaan, dan kom ik eindelijk best wel ver komen. En ik heb in het verleden altijd mezelf gedragen en zo. Ik steun niet of ik ben nooit jaloezie op mensen. Nee. Dat is niet goed. Je moet elkaar steunen. En samen staan we sterren. Ja. Alleen kan je niks. Lukt niet. Nee. En als je iets nodig hebt, vraag het gewoon. Ja. Heel zeker, mooi gezegd. Ja, mooi. Nou, daarmee wil ik het eigenlijk afsluiten. Ja. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Ja, in ieder geval voor ja, ons. Wat leuk, hè? Ik hoop van je te proeven. Ja, zeker. Ja. Dankjewel. Oké, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Nou mensen, jullie hebben gezien onze hoofdgerecht. Die hebben jullie eigenlijk al een kleine voorproefje van kunnen krijgen. Ja. Ja, ik denk dat het wel lekker smaakt. Zeker. En dan, in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, maar weer. Oké, ga. Ja, ja, is beter. We draaien nog niet, jammer genoeg, maar ik had u wel graag op tv gehad, hè. Maar ja, het is jammer. Nou, volgende maand is er weer één. Ja? Ja, dan betrekken we het publiek erbij. Dus spaar de honger op tot volgende maand of zo en dan komt nog een keer gezellig. En waar is dit voor? Ja, we proberen zo in de kitchen, we proberen een muziekprogramma samen te stellen waar eten centraal staat en de sociale maatschappij, maatschappelijke gebeuren. Ja, dus we zullen show muziek, ja. Music in the kitchen. En ook show food, hoor. Want we vragen bijvoorbeeld, deze heer hier, die maakt Eritreaans eten. Dus hij gaat dan de hele avond Eritreaans bij de vaste menu bijvoegen. Dus die mensen kunnen dan meer... En zo willen we verschillende mensen uitnodigen om hier in de keuken op te stappen. Dus het zal de komende 9 maanden, à 10 maanden, gaan we hier geregeld filmen. Op vrijdag of zaterdag, dus als u eens een keer zin hebt, schuif gerust weer aan. Het kan heel gezellig worden. Ja, 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 het is gezellig. Vooral die boot vind ik apart. Ja, het is heel erg. Ja, ja, echt. Maar het eten is het Ja, ja, ja. Ja, nou, we hebben die kok gezien, dus schijnbaar is hij... Ja, ja. Hij is een bekende, hè? Ja, ja, ja. Volgens mij is hij een bekende van tv, hoor. Je kent hem mee. Ja, u ook, u ook. Fijne avond. Oké. Fijne avond. Worden we toch nog ontdekt. Ja, daarom. Dank je wel.